De stad Breda profileert zich steeds meer als dé wielerstad van Brabant. Het is daarom een beetje jammer dat de start en finish van de Ster ZLM Tour op een industrieterrein plaatsvindt. Ja, volgens mij heeft Breda een heel mooi centrum inderdaad. En het is nog veel leuker om daar te starten. Heb je toch nog veel meer publiek en zo. En krijgt het wielrennen toch meer aandacht inderdaad. Op een industrieterrein is niet altijd alles. Nee. We hebben een prachtige binnenstad en als het nodig is worden daar voluit evenementen georganiseerd. Ook wielerevenementen, net als vorig jaar, ook het komend jaar. Alleen de organisatie zegt wij willen het liever op een andere locatie doen. Daar hebben zij hun redenen voor en ik vind dat prima. De burgemeester vindt het prima, maar het is jammer voor de vele hardwerkende vrijwilligers en natuurlijk het Bredaanse publiek. Eigenlijk viel er alleen in Breda Noord iets te merken van de wielerwedstrijd. De Ronde van Nederland, dat hoort eigenlijk in het centrum van de stad te zijn. Eigenlijk is dat veel beter voor de ronde en voor de promotie van Breda. Is dit een gemiste kans voor Breda? Misschien wel. Natuurlijk, een wielerwedstrijd brengt de nodige overlast met zich mee. Het lijkt er dan ook op dat het vooral de politie is die dwars ligt. Het is vanavond koopavond. Wij moeten de noordelijke rondweg oversteken. Dat een beetje in de spits moet gebeuren. Dus gewoon uit het oogpunt van verkeersveiligheid, veiligheid ook voor de renners, hebben wij gekozen voor deze locatie. Gelukkig legt wielerliefhebbend Breda er zich niet bij neer. Uiteindelijk vind ik dat Breda, de binnenstad, dat we daar terecht moeten komen, ja. Theo Bos won vanmiddag de sprint op de Moerlakenbrug. Veel mensen stonden daar op dat moment in de file, want inderdaad, het wielerevenement bracht verkeersoverlast.